Goedemorgen, het is 9 september 2023 en het is 5:30 's ochtends. En ik zit klaar in de auto om te vertrekken naar het huis van mijn groot-nonkel. Want we gaan om 6 uur vertrekken voor onze memorial, ons Annie van dit jaar. Dus ja, we gaan 20 kilometer stappen van aan hun huis tot in Scherpenheuvel. Mijn groot-tante die is gestorven vorig jaar. En om haar te eren of om haar te herdenken doen we dus een wandeling van bij hun thuis tot in Scherpenheuvel, ongeveer 20 kilometer. Ja, om haar te herdenken en gewoon dat we ja, nog altijd aan haar denken. En waarom een wandeling? Omdat ze zelf ook een wandelaarster is of was. En naar Scherpenheuvel, omdat zij heel gelovig was. Dus voilà, Scherpenheuvel, perfecte plek. Wandeling, perfecte activiteit. Dus, let's go! Ik ging hem filmen met een tak. Kom. Goedemorgen. Goedemorgen. Klaar? Klaar voor? Ja! Hallo. Hallo. De chocomelk? Ja. En tussen al dit wandelen door was er ook tijd voor een momentje om stil te staan bij Annie en leuke momenten, leuke herinneringen op te halen en eens aan een paar mensen te vragen waaraan ze denken als ze aan Annie denken, wat er dan bij hun meteen in hun opkomt. Dat is dan over het wandelweekend, denk ik. Ja, en dat zijn. Annie ging. Wij deden altijd de dagwandeling. Annie ging nooit mee met de dagwandeling. Jan ook niet, maar wel met de stevige wandeling. En wat ik me herinner is dat ze graag thee dronk. Ja, dat weet ik wel. Sowieso. Tijdens het wandelen ook. Nee, tijdens het wandelen niet. Nee. Daarna. Maar ook bijvoorbeeld tijdens het wandelen was er dikwijls een stop hè, onderweg. Maar meestal hadden we dan alleen koffie, maar dat ging dan niet over het wandelweekend, maar over de gewone wandeling. Ja. En na verloop van tijd hebben we dan ook gezorgd voor thee. Ah ja, dat ze toch wel een thee had. Ja, en qua andere drank, Jan drinkt Gerre Deuvel en Annie, dat was altijd water. Ja. Dat zijn zo de dingen die ik met. Ja. Ik kom herinneringen sprokkelen. Wat denk je dan? Vooral wilde uitjes naar de Ardennen en zo. Hè? Ja. Dat is ook wel bij ons zo. Als Annie vroeg van mij altijd van het zwiften, hoe dat de wedstrijd geweest was. Oh. Ja. Van het wat? Zwiften? Oh ja. Fietsen.
Ah. Die was daar helemaal in mee. Ja? Ja. Oei, en wie vraagt dat nu aan u dan? Niemand. Kan ik dat vanaf nu doen, Shani? Ja. Doe je dat nog? Ja. Dinsdagavond zeker. Dinsdagavond. Dus volgende keer dinsdagavond stuur je berichtje. En hoe was het zwiften? Dat stuurt het laat genoeg, want als je dan nu buiten zwiften stuurt, is dat misschien ook wel een beetje belangrijk. Ja. Geen interview. Gaat het er nog geraken? Denk het niet. Nee? Nee, ik kon er niet mee geraken. Ik kon er niet geraken. Kun je hem maar dragen? Ja, dat gaat moeilijk worden, denk ik. Toch wel, ja. Ja. Dat is spijtig. Ik zou toch je klaar bent gedraagd. Ja. De wandeling naar de Edelhutte in Meijerhoven. Waar is dat? Een parkwandeling naar de Edelhutte. Dat was ongeveer 2 uur stappen, denk ik. Over rotsjes en smal paadjes en zo, tot aan de Edelhutte. Daar konden we dan iets drinken of eten. En dan terug. Gert heeft hier ook meegedaan. Dat was wel... Dat deze graag. En wat pakten ze dan om te eten en te drinken? Oh, dat is te zien, hè. Als er vleeskeze was, dan had ze vleeskeze. Met fritten, hè. Maar in zo'n berghutte daarboven, dat was dat natuurlijk niet. Dan is dat meer een schinken kezentoor. Dus een de kropmonsieur, dat wij zeggen. En zie was er. Dus gewoon water mee. En een deel bloemkruid bij. Geen brozel in, maar toch iets lekker. Iets alcoholachtig. Nee, geen alcohol. Het was alcoholvrij. Was Mia en Jan en Annie. En we gingen de eerste keer met Pessaar mee. Dat was in Kochum, denk ik. Ah, ja. En dat was wel, we zaten allemaal zo in zo'n... Zaten we zo allemaal precies... In zo'n compartimentekes. Ja, zo'n compartimentekes, zo precies. Dat gezegd, ik zit zo in een draaimolen op de kermis. Zo, met wel zo. Hè. Ja. En we kwamen daar binnen en dat was al donker binnen. Hè. Want in dat onderste hoekje moest er zorgen nog niks. En Jan zei, want je kende die niet. Jan zei, zeg je al in Nief zeker? Dan zeg je, ja, kom, zit ons boven ons. Zei die Jan. En dan hebben we zo kennis gemaakt en elk jaar zagen we aan elkaar op de wandeling van Passaar. Want meer zagen we elkaar niet, hè? Alleen op de wandeling. Alleen op de wandeling bedraad wordt. En elke keer had Jan die ons plots geven. En ik dacht, maar alleen mannen, dat is dan toch wel. En voilà, dat klikte direct toe. Nee, en met Annie ook. En toen, ja, dat was het toch allemaal nog. We waren nog veel jongeren, Jan. We waren nog veel jongeren. Ja. En zo hebben we voilà, eigenlijk de contacten wel met alle jongens meegegaan. Was dit er mee aan? Yes. Gaan we mee? Hallo? Hallo. Foto's alstublieft. Ik kom vragen naar het eerste waar je aan denkt als je aan Annie denkt. Oei, zit ver weg. Het zijn geen meer keuzevragen. Nee. Een heel rustige. Altijd vriendelijk. Heel raar, ja. Altijd met iedereen begaan. Warm? Dag meisjes. Dag Maria. Van waar komt u ineens? Van Baan. Ah.
Met een auto? Nee, ja. Tot aan het boemeltje? Tot aan het boemeltje. Ah, ja, ja. Je bent te oud voor zo'n vet. Jij kunt dan. We zijn dus aangekomen aan het boemeltje. We zijn met 9 vertrokken. Dan zijn er 3 bijgekomen, denk ik, in Aarschot. En dan hier aan de kroon zijn er nog 4 bijgekomen. Onkel Chris en Tante Ellen? Ja. Wel, ik heb precies gezien dat daar een auto ook nog moet. Ja, en dan zijn we naar hier, naar het boemeltje gekomen. Omgekleed. Ja, want zijn jullie zo gegaan? Nee. Ik heb me omgekleed. En dan gaan we nu om 11 uur naar de mis. Daar is ze. De basiliek. We hebben het gehaald. Het is ondertussen enkele dagen later en ik was de beelden aan het monteren van onze memorial. En ik merkte dat het laatste clipje waarin ik eigenlijk heel de video afsluit, het geluid heel slecht was. Dus vandaar neem ik het nu eventjes opnieuw op, zodat het toch verstaanbaar is. Dus na de wandeling zijn we dus in Scherpenheuvel aangekomen. Om 11 uur zijn we naar de mis geweest. In die mis heeft de pastoor ook Annie vernoemd, wat dat wel heel fijn was. En ons ook moed gewenst door als we terug zouden wandelen naar huis, maar dat hebben we niet gedaan. Dan zijn we dus samen gaan eten allemaal. Er was dan ook nog eens heel veel volk bijgekomen die gewoon samen met ons zien eten. Dus die dan naar de mis komen en dan komen eten, maar niet mee wandelen. Ik vertelde dus ook in dat laatste clipje dat het een geslaagde editie was, dat het leuk was, maar dat het wel heel anders was dan vorig jaar. Vorig jaar was het heel regenachtig en koud en dit jaar was het heel droog en warm. Dus we hopen voor de volgende editie dat het iets tussenin is. Het mag een beetje kouder wel zijn, maar liefst wel droog. En het was dus leuk, het is voor herhaling vatbaar, het is altijd fijn om te wandelen en te babbelen en dan ondertussen ook een beetje aan Annie te denken. In totaal hebben we 3 uur 55 minuten gestapt over 19,4 kilometer. En dan heb ik ook nog, of dan moet ik zelf ook nog antwoorden op de vraag waar ik aan denk als ik aan Annie denk. En dat is natuurlijk dat ze een hele lieve vrouw was. Een hele rustige vrouw. En als ik aan haar denk, denk ik meteen aan thee en aan uiltjes. En ja, gewoon aan wandelen. Dat zijn zo de dingen die direct bij mij opkomen. En een leuke herinnering met Annie is
Als wij ergens waren op weekend of op een feest of ik weet niet waar, dan danste ik altijd wel eens met Annie en dat was heel fijn. En ik ben heel dankbaar dat we die momenten samen hebben gehad. En het is jammer dat we dat niet meer samen kunnen doen. Ik ben heel blij dat we nu de memorial doen en dat we zo Annie kunnen herdenken. En het is fijn om te zien dat er nu al 2 jaar op rij zoveel mensen bij willen zijn om aan Annie te denken. Dus ik hoop op een leuke editie volgend jaar. Ik hoop dat er evenveel mensen of misschien meer mensen bij willen zijn. Misschien mee willen wandelen met ons. Dus ja, ik kijk er naar uit. En bij deze, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.